Agatha stond voor het nieuwe raam van de logeerkamer en keek naar de straat beneden waar hij zijn linkervoet op de linkertrapper zette en zijn rechterbeen over de stang van zijn fiets zwaaide terwijl hij wegreed. Dat had ze altijd fascinerend gevonden. Hij keek om, zwaaide. Ze zwaaide glimlachend terug. Gestoorde gek. Vuile psychopaat, dacht ze in stilte. In de hand die niet zwaaide, die hij niet zag, hield ze de koffer al vast. Zijn tocht naar de kapperschool duurde nooit lang, dus had ze niet veel tijd. Voor de meeste mensen was een half uur fietsen, voor hem 20 minuten. Zij deed het tot zijn ergernis 40 minuten over. Hij zou er zijn verdwijnende haar goedkoop laten knippen en dan naar de aangrenzende slagerschool gaan voor het goedkope steek. In al de jaren dat ze hier had gewoond, nam hij nooit een extra steek mee. Het is zijn traditie, alleen voor hem. Straks als hij thuis komt, zal hij de steek in boter bakken en met een boterham opeten. Als de rest van hem niet zoveel onbegrijpelijker was, zou ze daar misschien ooit bij stilstaan. Maar ze had nu geen tijd te verliezen. Zodra ze er zeker van was dat hij niets was vergeten, moest ze meteen beginnen. Ze zwaaide nog eens naar zijn rug, bijna ontroerd omdat het de laatste keer was dat ze hem zo kon uitschelden. Sayonara, tyfus verdienende lijpkikker. Ze had leren denken wat ze wilde denken, terwijl haar gezicht niets verried. Ze bevond zich in de hel en had geen geld, geen macht. Dus moest de duivel maar denken dat ze het daar goed had. Ze had uren geoefend voor de spiegel. Eerst dacht ze alleen aan hem terwijl ze in de spiegel keek, daarna sprak ze hardop. Eerlijk, zoals ze al lang niet meer in zijn bijzijn sprak. Ze dwong de plooien in haar gezicht om vriendelijk te blijven. Vriendelijk. Je bent goed. Je bent virtuoos. Een echt agaat. Wees je na. Na een tijd lukte het haar er oprecht uit te zien en begon ze het op de staat dan zelf te testen. Het was zo goed dat hij midden in zijn ellenlange zin stopte en haar met verterende ogen aankeek. Vanaf dat moment werd het een spel. In de zoektocht naar scheldwoorden vond ze weer een motivatie om de taal beter te leren. Ze werd er zelfs vrolijk van. Monter, zoals ze in het woordenboek naast monster las. Monter en machtig, zo moest hij zich hebben gevoeld toen ze hem een half jaar geleden bevend kwam vragen waar haar paspoort was gebleven. Het had in haar ondergoedlade gelegen, in een groen zijden zakje onder de katoenen onderbroeken en achter die veel te kleine strings die hij voor haar kocht. Ze bewaarde het paspoort samen met de enige foto van haar ouders en de identiteitspas uit haar geboorteland die ze nooit vernieuwd had. Ze had er goed aan gedaan om het te classificeren, dacht ze toen ze zich uitschreef uit het bevolkingsregister en als zijn nieuwe echtgenote naar Europa verhuisde. En nu was het weg. Trillend had ze de volledige lade boven het bed omgekeerd, daarna de hele kast leeggehaald, een half uur zachtjes op de hoop kleren zitten huilen en alles weer vol traanvocht, maar kreukloos, in de kast gelegd. Het groene zijde zakje met haar oude ID en haar geldig paspoort lag niet meer onder de katoenen onderbroeken en die fucking walgelijke draadjes stof. Na een tijd was ze met slappe benen naar beneden gegaan, waar hij met een krant en een bord rabarber bestrooid met witte suiker aan tafel zat. Heb jij een groen zakje met mijn paspoort gezien? Vroeg ze luchtig en kalm. Zijn antwoord was even luchtig. Ligt in de studeerkamer nu. Hoezo? Ga je op reis? Nee, ik zocht de foto van mijn ouders en het zakje ligt niet waar ik het heb gelegd. Ik had liever dat je het me eerst had gevraagd. Die foto is me veel waard, zei ze. Trots dat haar stem niet trilde en dat ze assertief was. Begrijp ik, zei hij zonder op te kijken. Even leek het gesprek daar te zijn beëindigd. Ik zal het zo meteen voor je pakken, zei hij uiteindelijk. De foto. Nu keek hij wel op. Ik ben bezorgd om die golf van inbraken hier in de buurt. Het lijkt me veiliger dat we de reisdocumenten in mijn studeerkamer bewaren. Het is de kluis van het huis. Hij liet zijn blik op haar rusten. Lieverd, hopelijk denk je niet dat ik je wil opsluiten of zo. Als je je paspoort nodig hebt, kun je het me altijd vragen, dat weet je. Ze had hem geacteerd, opgelucht aangekeken, zich op zijn schoot genesteld en haar gezicht in zijn hals begraven. Ten eerste om geen slapende honden wakker te maken, ten tweede omdat ze niet wist of ze deze keer goed genoeg zou kunnen verbergen dat ze binnen de grenzen van haar schedel zo hard huilde en vloekte als ze kon. Ze had haar paspoort nodig om te vluchten. En om haar paspoort te vinden moest ze nu dus ook het slot en het alarm van het Hol van de Leeuw zien te kraken. Als de bodem van de put. Maar de bodem is goed. Als je de bodem voelt, weet je dat je niet verder kunt zinken. En dat je je tegen iets kunt afzetten om jezelf weer omhoog te duwen.
goede avond en welkom op de derde avond van Passaporta Festival 2021. Eigenlijk dank om ons welkom te heten in uw woonkamer voor deze derde avond. Mijn naam is Carolina Marcel de Frans en u hoorde zo net een fragment van Agatha, mijn eerste kort verhaal, voor de bundel Afrolit. Een bundel die samengesteld is door Dalila Hermans en EBC Rauw in 2020. Rauw en Hermans vroegen zo'n 15 auteurs uit de Afrikaanse diaspora om in alle vrijheid van vorm en genre een bijdrage te leveren. En dat deden ze ook, in alle diversiteit. We antwoorden met proza, fictie, non-fictie, poëzie voor het lichaam, poëzie voor het papier en zelfs een essay dat antwoordt op de bundel. En vanavond heb ik de eer om 7 van die 15 auteurs aan u voor te stellen. Dat doe ik vanuit het Kaaitheater. Leeg, maar live. En de auteurs wachten nu op ons in de zaal, waar wij nu langzaam binnenkomen. Wij hebben een groot gebrek aan publiek deze avond, dus is er een chatformule om minimaal contact te voorzien. Elke auteur gaat een fragment voorlezen uit zijn bijdrage, uit de bundel. En daarna gaan ze naar een chatruimte waar ze met u in gesprek kunnen gaan. Nu, om die chat alvast op te warmen, zou ik alvast willen weten waar u zit vanavond. Dus wilt u vanuit het hele Nederlandse taalgebied, waar u mogelijk meekijkt, alvast even hallo zeggen en ik ben hier en ik ben daar, terwijl ik nu even naar het podium ga en waar ik naar uitkijk om jullie die 7 auteurs voor te stellen. Nu, het leek mij opportun om te beginnen met de samenstelster van de bundel, een van de samenstelsters. Dalila Hermans en EBC Rauw hebben in Nederland en in België uit de pool is gevist van de Afrikaanse schrijvers die ze kenden. En dan hebben ze de koppen bijeengestoken. EBC, jij kon er niet bij zijn vanavond. Ik hoop je ooit nog wel te zien bij een officiële boekvoorstelling die we nog niet gehad hebben. Maar vanavond zit hier al wel niemand minder dan Dalila Hermans, die met niemand minder dan Hasna Ankal in gesprek gaat over wat dat is, Afrolit. En waarom dat nodig is. Dus komt u even mee. Goedenavond, allebei. Hoi. Dank jullie nogmaals om hier te zijn. Om live een gesprek te voeren waar normaal gezien heel veel over wordt gewikt en gewogen. En Hasna, ik vermeldde jouw essay al in de intro. Jij hebt in jouw bijdrage geantwoord op de titel Afrolit. Ja. En op de vraag die Dalila en EBC stelden. Nu leek het mij al heel gaaf om jullie hier naast elkaar te zetten en dat gesprek live te voeren. Dus Dalila, hoi. Dalila Hermans, welkom. Wil jij voor mij, voor ons, even schetsen waar de vraag van EBC en jou vandaan kwam en van waar de behoefte? Ja. Ik moet misschien even beginnen bij het begin. Hè. Hoe het komt dat ik mede samensteller ben geworden van dit boek. In 2018 was er het boek Zwart. Hè. Dat was ook een bloemlezing van Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen. Dat was denk ik de ondertitel. En ik heb daaraan een bijdrage geleverd. Ik was een van de auteurs in dat boek. En met Zwart was het echt de bedoeling van de samensteller, dat waren toen EBC Rauw en Van Bacherif, om een statement te maken. Want dit is echt een boek dat eigenlijk het witte kanon wil binnenwalsen en laten zien van kijk, hier zijn heel veel auteurs uit Zwart-Afrika eigenlijk, uit Sub-Sahara-Afrika. En de vraag die toen gesteld werd aan ons als auteurs was heel open, net zoals nu in dit boek, hè, was van schrijf maar wat je wilt. Maar omdat we allemaal de urgentie van dat boek voelde en allemaal het statement in dat boek ook voelde, hebben we bijna onbewust, denk ik, hebben de meeste bijdragers toen een heel identitaire tekst geschreven en iets dat echt terug te brengen was op ons zwart zijn, bij wijze van. Waar niets mis mee is, ik ben nog steeds heel trots op het zwart, ik vond een heerlijk boek. Maar EBC had achteraf zo het idee van ik wil hier een vervolg aan breien, want Zwart heeft het heel goed gedaan, heeft heel goede recensies gekregen, is ook heel goed verkocht. En je voelde gewoon, want er zijn nog zoveel verhalen die we moeten vertellen. Er zijn nog zoveel schrijvers die we willen samenbrengen. En vanuit het idee van we willen verder bouwen en niet gewoon een beetje hetzelfde herhalen met andere mensen, maar we willen echt verder bouwen op het idee, maar het uitbreiden en zowel de identiteit van de makers, want nu zijn er iedereen die zich tot de Afro-diaspora rekent,
was welkom om in dit boek te schrijven. Niet enkel degenen die Sub-Sahara-Afrikaanse roots hadden. En ook, ik denk omdat wij zelf heel erg voelden van... Ja, het is een verder bouwen op iets. Het is niet helemaal heruitvinden, maar het is ook niet hetzelfde. Dus hebben we ook onbewust gezocht naar mensen waarvan we dachten, die gaan ons verrassen met hun teksten. He, die gaan dingen schrijven waar wij... And they did. Lord, they did. En daarmee dus, dat sluit naadloos aan bij hoe ik dan... daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dus EBC had mij gevraagd om mee samen te stellen dit keer. Omdat ik gewoon ook de Vlaamse literaire wereld misschien een beetje beter ken. En ik was heel aangenaam verrast door het aanbod. Ik ben er heel enthousiast opgesprongen. En ik heb dan inderdaad, ik denk dat je hebt gezegd, zo in mijn netwerk beginnen kijken. Maar ook, maar verder dan mijn literaire netwerk. Ik heb echt gekeken van wie denk ik dat interessante ideeën of interessante verhalen te vertellen heeft. En ik heb op basis daarvan, al de fantastische auteurs die jullie vanavond de revue gaan passeren, waar ik nog altijd heel trots op ben. En, ik vind het echt een fantastisch team. Ik heb die echt op basis van dat buikgevoel van daar zit een story in, heb ik ze gevraagd. En ik zeg het, elke tekst heeft mij aangenaam verrast, weggeblazen, sommige geëmotioneerd, sommige bijna zelfs een beetje rode oortjes, ik moet even gaan zitten. Alle teksten hebben van alles met ons gedaan. En die van jou heeft ons ook heel erg geprikkeld en uitgedaagd. Hasna, vertel eens hoe dat voor jou is gegaan. Jij kreeg net als ik die vraag. En het was een heel open vraag, een vraag vol vertrouwen. Jij bent al journalist, jij bent het schrijven. Je bent heel vertrouwd met schrijven. Ik ben soms nog journalist. Ik ben niet meer zo vaak journalist als vroeger. Dus het is niet mijn hoofdberoep. Het is nog steeds wel een freelance. En het is echt wel op het moment op een heel laag pitje dat ik actief ben. Maar de vraag was niet zo helemaal open. Toen ik de vraag kreeg, was zo van je mag schrijven waarover je wilt, maar van liefst in de categorie non-fictie. Dat was dan de vraag. Ja, we hebben wel een beetje inderdaad. Dat is belangrijk misschien dat je dat weet. We hebben een paar mensen om een evenwicht. Dat samenstellen is zo'n beetje zo, dus dat taartbakken. Dat alle ingrediënten moeten kloppen. Dus we hebben aan een paar mensen een suggestie gedaan. Van, we zouden graag non-fictiestukken van jou. En ik denk dat we dat aan Tracy ook hebben gevraagd. Dat klopt wel. Ja. Ja, en ik vind ook zo wel, op het moment zelf, ik zat met een idee en ik wist ongeveer wat dat ik misschien zou willen schrijven. Maar ik had nog niet gedacht dat mensen dat zouden gaan plaatsen in de categorie van essay. Dan merk ik nu zo van, ik denk misschien de samenstelling zelf, maar ook in de reviews wordt altijd naar verwezen als een essay. En dan denk ik, ik heb dus een essay geschreven. Ik twijfelde dus eerst even toen ik de vraag kreeg. Ja. Ik dacht, ik begreep wel ongeveer waarom dat ik werd gevraagd. Maar tegelijkertijd dacht ik, ben een beetje benieuwd. Is dat omdat ik gezien word als zwart of als afro of als Afrikaanse? Of omdat er nu meer, zeg maar, ruimer naar mensen van de ruimere Afrikaanse regio wordt gekeken? Dus stelde ik ook toen de vraag, denk ik, zo van, wat is ongeveer de invulling nu? En ja, dan kreeg ik het antwoord en dacht ik van, het was nog een klein beetje vaag voor mij, maar ik dacht, het gaat over mensen die de samenstellers zien als vallen onder de Afrikaanse diaspora en of zijn Afro-Belg of Afro-Nederlander. En dan dacht ik, is goed, ik heb een idee. Ik zat sowieso met al maanden, misschien een jaar, met zo enkele vragen of bedenkingen in mijn hoofd over de term afro, over de term zwart, over en bijgevolg dan ook, wanneer is iets zwarte literatuur, als dat geschreven wordt, dat hangt dan ook blijkbaar ook duidelijk af van wie iets schrijft. En dacht ik, misschien is het dan nu eigenlijk een gelegenheid om dan daarover iets te gaan schrijven. Want in die periode was ik zat ook zo'n heel lange periode van uitstellen. Hè, met een ton ideeën, maar altijd maar uitstellen. Ik had ook nergens een deadline voor. En dat ik weet, dat is nu eens een goede gelegenheid om met een duidelijke deadline iets erover neer te pennen. Met nog wat twijfels, want ik dacht altijd van, dat is misschien nog een delicaat onderwerp, dat moet je te goed aanpakken. Er is een beperkte ruimte, dus ik heb niet alles
volledig kunnen gaan... Allee, ik heb niet alles zo uitgevouwd en alles gaan uitleggen zoals ik eigenlijk wel misschien had moeten doen of kon doen als er meer pagina's waren. Maar wel ergens moet je stoppen. En uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het deel heb kunnen schrijven. En was ook wel... Ik ben altijd wel zo verrast van de positieve reacties en de verschillende. En dan krijg ik er nu zo ook zo reacties op van mensen uit hoeken, vanuit ervaringen. Ik had dat niet verwacht, dat mensen dat er zoveel verschillende... ik dacht dat vooral mensen van Noord-Afrikaanse afkomst zich daarin zouden herkennen. Maar dan hoor ik ook van mensen van Rwandese afkomst, andere afkomsten. En dan denk ik van, oké, er zijn meerdere... Tuurlijk. Maar van, het leeft. Ja, het leeft absoluut. En ik denk ook, toen dat wij jouw tekst terugkregen... Zowel ik en Ibise waren allebei zoiets van, oh, dit is cool. Dit is cool, sorry, maar nu zijn we echt aan het vroeten. Want nu zijn we onze eigen premissen hier in ons eigen boek in vraag aan het stellen. Dat is top. Ik vind dat zelf super interessant. Het was ook... Ik kon ook echt je gedachtegang heel goed volgen. En ik denk zelf met... maar dit is puur persoonlijk, ik kan niet voor Ibise spreken, maar zo de Nederlandse taal... is nog zo in ontwikkeling en zoekende als het gaat over woorden die identiteit moeten omschrijven. Ik heb dat gevoel vaak. Dat ik het ook, we wisselen ook nog vaak tussen termen en we zijn nog op zoek precies naar wat betekenen die termen nu effectief voor ons. Ikzelf ook, ik noem mezelf zwart, maar is dat dan een politieke identiteit of gaat dat gewoon puur aan mijn huidskleur? Allee, dat zijn allemaal dingen waar ik zelf veel over nadenk en waar ik al veel literatuur over in het Engels heb gelezen bijvoorbeeld. Maar nog niet, dat begint nu pas stilaan in de Nederlandse letteren veel voor te komen. Dus ik vond het ook gewoon heel interessant hoe je ermee aan de slag ging met zo die termen en met hoe dat andere mensen invullen wat dat jouw identiteit is. En ik vond het zelf super boeiend om daarover na te denken door het lezen van jouw tekst en om die aan daarna te kunnen zetten in een boek dat toch wel een soort ding claimt. Hè. Dus het heet Afrolit, dus we hebben gekozen uiteindelijk voor die term. Ik vond het zelf een hele... boeiende bijdrage, we zijn er heel blij mee. Mag ik nog even vragen, dus de titel, hè? Dus Afrolit, wat betekent die voor jou? Ik zie er ook een woordspeling in of zo, maar dat ben ik misschien. Leg jij het dan eens uit. Die is ook een beetje... heel dit proces is redelijk snel gegaan. Dat is misschien ook wel belangrijk om te weten voor de mensen thuis. Zo. Ik denk dat de vraag naar jullie ergens vertrokken is... rond deze periode voor maart. Iets eerder, misschien maart, begin maart 2020. En de deadlines waren allemaal tegen de zomer. We hebben ze dan nog een heel klein beetje opgeschoven, omdat de Black Lives Matter ons allemaal even consumeerde. Maar uiteindelijk is het boek er op een paar maanden tijd gekomen. Dus ik en Ibise hebben een tijdje heel nauw samengewerkt. We babbelden de hele dag door. We hebben ellenlange WhatsApp-gesprekken gehad over jullie. Maar all love and praise. Dus toen we moesten gaan beslissen wat de titel ging worden, dat moest vrij snel. En toen kenden we elkaar nog niet heel goed. En onze humor was er nog niet helemaal. En dus toen de Ibise stuurde Anders Afrolit, was ik weet niet waar, maar ik dacht direct aan lid van... feest en dronken zijn en it's lit. Ik reageerde ook zo van, dat is lit. We zijn dat dan blijven zeggen. En na een tijd, dit heeft lang geduurd voor ik zelf dacht, dat is eigenlijk ook gewoon literatuur. Maar voor mij was de lit echt, ging het echt over een party. Een afro-party, waarom niet? Fijn, een literaire afro-party. En dan dacht ik, dat is ook gewoon... zij was daar al, ik nog niet. Ik weet niet, op een of andere manier voelde die zo juist en voelde die zo de lading dekkend. Want voor ons was het ook de bedoeling dat dit boek een beetje dat... wow, dit kan alle kanten uit, dit bruist, dit prikkelt, dit wil veel zijn, maar mag ook veel zijn en heeft ambitie of zo. En dat zit allemaal voor mij wel een beetje in die titel. En dan de Afro ervoor, dat staat voor ons echt voor de Afro-diaspora, voor het feit dat het nu veel breder ging dan enkel... Sub-Sahara, Zwart-Afrika.
ja, het klopt. We vonden dat er veel in die titel zat, maar hij is dus op een vrij ludieke manier gekozen. Dus toch die dubbele laag die ik had verwacht en bij jou zelfs omgekeerd. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk al mooi om mee te geven. Hasna, als je zo jouw tekst of jouw conclusie zou moeten samenvatten voor wie jouw essay niet gelezen heeft, ik noem het nog eens essay, identificeer jij je nu wel of niet? Of is dat voor jou niet nodig? Want jouw tekst heet... Als wat? Aha, als een Afrikaanse diaspora. Als... Ja, dat sowieso. Dat stond nooit ter discussie. Het is ook iets waarmee ik ben opgegroeid. Maar het ding is, en dat vond ik ook interessant, de aankondiging van dit evenement, werd er ook in mijn omschrijving gerefereerd naar mijn Gnawa-roots. Mm-hmm. Of mijn en dan denk ik, aan de ene kant denk ik van, mensen weten lezen of nu eindelijk eens iets meer over Gnawa, want ik vind dat zo onderbelicht is als deel van de Marokkaanse cultuur. Maar aan de andere kant, en dat brengt mij dan terug naar de bedenkingen die ik ook schrijf in mijn bijdrage, dat ik van, waarom is er nu specifiek gekozen om te linken naar, om vermeld te maken van mijn Gnawa-roots en niet mijn MSR zijn, mijn MSR-achtergrond. Mm-hmm. Oftewel, voor de mensen die... term MSR niet kennen, het is dus Berber. Hè. Waarom je mij als zogenaamde Berber? En dan ook komt er dan weer daarmee de vraag, en dat is dan misschien iets voor een tekst of een discussie in de toekomst, van wat als ik nooit vermelding zou maken van mijn Gnawa-roots, of als niemand daar iets van zou weten, of als dat er niet zou geweest zijn, is het MSR zijn of het Marokkaan zijn van mezelf of van andere mensen van Marokkaanse afkomst, dat is zeg maar niet voldoende om te horen bij Afro of Afrikaanse diaspora. Ik heb een antwoord op jouw vraag, ja. Want de vraag is waarom dat stond. Hè? Omdat ik het verschil zelf niet ken. Ik wist wel dat je Gnawa-roots had of dat je identificeerde op die manier. Maar ik weet helemaal niets over die deelidentiteiten, over de affiniteiten die er ook bestaan. Bijvoorbeeld in mijn eigen land van afkomst zijn er ook verschillende deelidentiteiten. Mm-hmm. En wij zijn een beetje de West-Vlamingen van Brazilië, bijvoorbeeld. Okay. Dus dat is er ook. En ik heb, ondanks dat wij in een land leven dat 50 jaar zeker met deze migratie te maken heeft, is er voor mij geen algemene kennis gedragen over die deelidentiteiten. Dus als jij het verschil wilt uitleggen, dan hebben we de primeur. Als je het niet wilt, dan lees het. Verschil tussen... Hoe definieer jij dat? Hoe definieer jij Gnawa en MSR? MSR-identiteit of het MSR zijn is gewoon puur simpelweg deel zijn van de zogenaamde oorspronkelijke bevolking van Marokko, de zogenaamde native Moroccans, of hoe je het ook maar kunt noemen. En dat betekent dus gewoon dat je bent opgegroeid met een MSR-taal, dus niet de Arabische taal dan, en dat je iets, een beetje of veel, van de MSR-cultuur hebt meegekregen. En er zijn mensen die wel een MSR-afkomst hebben, maar zich niet identificeren als MSR. Die zeggen van nee, ik heb meer voeling met de Arabische cultuur. En er zijn mensen voor wie dat een mix is en die daar helemaal geen onderscheid in hebben. En voor mij is het zo van... ik ben gewoon heel duidelijk altijd opgevoed geweest als van, ja, wij zijn geen Arabieren en wij zijn Imazigen. Maar dat maakt helemaal niks uit in of dat je wel of geen Marokkaan bent of doet niks af aan je Marokkaanse afkomst. En het is altijd gewoon een en. Wij hebben ook een Gnawa achtergrond en dat betekent gewoon dat... als kind betekent dat voor mij gewoon die jaarlijkse Gnawa-ceremonies in Marokko. En ik wist van dat is van de kanten van mijn vader. Dat ik weet van, de kant van mijn vader, de familie van mijn vader is zeg maar zwart of heeft een donkerdere huidskleur. Zien er meer uit als jullie. En ik wist dat dat iets te maken had met een slavernijafkomst of zo in Marokko. Maar dat heeft niet altijd iets mee te maken. En het is pas dan als tiener dat ik dan meer ging lezen over wat precies de roots ervan zijn. Maar ja, kort samengevat, Gnawa is verbonden aan een muziekgenre, maar dat hoort dus ook bij een traditie. Het is iets wat dat overgedragen is van mensen die ooit in Marokko ofwel als zeg maar, tot slaaf gemaakt naar Marokko zijn gebracht, of die ooit de status kregen van slaaf. En de Gnawa-muziek en de liederen daarvan, dat is eigenlijk nog afkomstig van in die tijd. Van in die tijd dat die mensen ook zo hun oorspronkelijke taal probeerden te houden binnen die liedjes. En het op de dag van vandaag eigenlijk... er is heel veel verloren gegaan. Dus zeg maar,
van waar dat wij zeg maar, precies afkomst zijn, is niet zo altijd duidelijk. Die woorden, wat die woorden allemaal precies betekenen, is ook niet allemaal zo duidelijk. Maar het is intussen gewoon zo heel veel verweven met de Marokkaanse cultuur. En trouwens ook in Algerije. In Algerije heb je dat dan ook. En, ja, en er zijn mensen in andere delen van Marokko die er helemaal niks over weten. En er zijn andere mensen in een ander deel van Marokko voor wie dat een heel vanzelfsprekend deel is van een Marokkaanse cultuur. Ik vind het mooi dat je die en vernoemt, want voor mij is die er voor iedereen tout-court eigenlijk. En nu komt er nog een en bovenop, namelijk de Afrolid en... Ja, en het ding is dat dat gewoon altijd zo, op een bepaald moment is altijd gewoon zo heel vanzelfsprekend. Zo van net zoals je het kind zit van je vader en je moeder en dan niemand je vraagt van, ja, tot wie identificeert je nu meer? Of, en dat dan maar dan zo op een bepaald moment door discussies dan ook in wat ik noem de activistenwereld, dat er daardoor precies wel heel duidelijke hokjes in komen. En dat er zo'n verwarring komt tussen... Vind ik dus, zoals ik ook zeg in mijn bijdrage, van dat er echt wel een groot verschil is tussen hoe je jezelf identificeert versus hoe een maatschappij naar je kijkt en waarom word je precies gediscrimineerd of uitgesloten. Dat heeft meer te maken met hoe er naar je wordt gekeken en minder met hoe je jezelf omschrijft. Dus dat is een stelling die ik dan graag wil meegeven in het boek en ik ben wel blij en dankbaar dat ik dat wel heb kunnen doen. Ik denk dat het ook dankbaar was voor jullie om zo'n bijdrage te hebben die Tuurlijk. In de diepte... Ja, en die ook over ons gaat. Hè? Mm-hmm. Want EBC en ik zijn allebei... Wij maken deel uit van dit collectieve. Dus wij hebben ook veel... Over verschillende teksten trouwens hebben we echt diepe gesprekken gehad. En over die van jou ook. En dat vind ik zelf... Ja, dat vind ik zelf heel krachtig aan taal en literatuur. Is gewoon, maar it makes you think. En dat is heel erg waarom... Telkens als mensen me vragen, is dat nog nodig, zo'n bloemlezingen of zo'n bundel, is dat nog nodig? En dan denk ik, dat is niet eens een vraag die je hoeft te stellen of dat per se nodig is. Het is gewoon fijn dat het er is en ik hoop dat zelfs als wij nimmer tegen een soort witte kanon moeten verhouden, zelfs als we dat even vergeten en we gewoon kijken naar alle talent dat er leeft, alle divers talent die graag schrijft, dan hoop ik dat dit soort bundels tot in de eeuwigheid blijven bestaan en gemaakt zullen worden en samengesteld zullen worden en dat die vraag heel erg overbodig wordt. Ik hoop dat boeken zoals Zwart en Afrolid en de boeken die ik al heb geschreven, die heel veel andere auteurs hebben geschreven met diverse roots, dat die gelezen worden en dat die mensen de ogen openen en dat die tonen hoeveel talent er is in deze superdiverse maatschappij. Dat hoop ik. Maar ik hoop vooral dat wij blijven schrijven omdat we graag schrijven, omdat we graag nadenken, omdat we anderen willen prikkelen. Ik hoop dat dat vooral onze intentie mag blijven. En ik denk dat dat echt de intentie was die EBC en ik hadden met dit boek. En ja, ik ben er echt gewoon heel erg trots op. Mm. En dat is ook leuk voor mij, want ik kan heel moeilijk over eigen werk zeggen. Of ik vind het fantastisch, maar dit is niet eigen werk. Ik heb het gewoon samengesteld en y'all did it. En dus ik mag met heel veel trots zeggen dat ik dit gewoon een geweldig goed boek vind. En dat ik hoop dat heel veel mensen er plezier uit halen. En ik hoop nog steeds dat uw deel een groter deel wordt. Ah ja, ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat verhaal afloopt. Wat gebeurt er met Agatha? Hey. Ik heb... Invested now, hè. Ik wil weten hoe dit eindigt. Ja, ik heb in elk geval een van de reacties op het programma van het festival mogen lezen. En er was een persoon, een meneer geloof ik, die hoopte dat eigenlijk iedereen van ons een eigen contract kreeg. Omdat hij eigenlijk een CC niet zo goed met kort verhalen was. Dus ik heb dat ook... Dus je stapt ergens in en je wilt dat die trein verder rijdt en dan... moet je ineens naar iets heel anders en dat kan soms heel raar aanvoelen. Ja, wel, maar... ik ben vrij zeker dat de mensen van Uitgeverij Pluim nu aan het meekijken zijn. Dus laat dit een hele duidelijke suggestie zijn. Nee, maar even een strikvraag, hè. Nog voordat we naar de volgende bijdrage gaan. Hoop je echt dat deze bindels in deze vorm gemaakt worden? Of gaan we eerder naar, ik hoop dat het overbodig wordt om te bundelen vanuit afkomst en dat het vanzelfsprekend wordt... Dat de letteren. Vraag voor haar. Ja. Je mogen al bij op antwoorden. Ik vind het geen strikvraag, ik vind het een goede vraag. Ik heb zelf niet zo heel veel problemen met het feit dat iets gebaseerd is op identiteit. Ik lees bijvoorbeeld ook graag bloemlezingen van allemaal vrouwelijke auteurs of van allemaal moeders. Of van allemaal, snap je? Het is maar juist
hoe dat je daar naar kijkt. Ik vind het zelf soms interessant om zo mensen die een soort deelidentiteit delen, ja, it makes sense, om die verschillende perspectieven naast elkaar te zien. Dat vind ik zelf gewoon fijn. Maar die noodzaak die er nu nog leeft, omdat we tegen een witte kanon aankijken, die mag van mij weg. Ik hoop dat het dan niet meer moet zijn, dat we nimmer dit moeten, of nimmer het gevoel zouden hebben van misschien moeten we dit doen om gewoon te tonen dat we bestaan. Mm-hmm. Liefst zo snel mogelijk niet meer, maar om het vanuit een soort liefde voor deze vorm van boeken te blijven doen, daar zie ik geen graten in. Ik dank jullie allebei. Jou in eerste plaats voor de vraag en de samenstelling samen met EBC. En Hasna, jou ook voor de kritische bijdrage die mij ook deed denken aan mijn deelidentiteiten. Want ik heb er ook meerdere. Graag gedaan. Merci voor de uitnodiging. Ja, allebei. Ja, fijn dat we konden komen. Sorry? Ja, fijn dat we hier konden zijn. Ja, nu nog met publiek. Maar als iedereen naar de kappen blijft gaan, dan komt het er niet van. Met die curve. De volgende bijdrage pikt ook eigenlijk een beetje in op het thema systeem. Het systeem dat er bestaat, die witte kanon die jij noemde, maar eigenlijk het gewicht, het grotere systemisch racisme. Maar doet dat eigenlijk vanuit een heel mooie, prozaïsche vorm. Avery Bertrand Iradukunda zit hier bij ons met het verhaal van Donnie. Ik herinner me dat mijn ouders mij vertelden over een periode in het kamp waar er dagelijks baby's en kinderen stierven. Mijn moeder gebruikte volgens mij het woord veel om een zekere marteling te vermijden. Als een soort beschermingsmechanisme. Niemand wil eraan herinnerd worden hoeveel van iets er niet meer is. Zeker wanneer je weet en hebt gezien dat het er niet meer is. De waarheid onder ogen zien doet pijn. En het is in pijnlijke momenten dat mensen geloven in God. Althans, dat was bij mij het geval. Ik weet wat je nu denkt. Je gelooft in God en noemt kansen stom. Het klinkt onlogisch, maar onlogische dingen hebben zin. Donnie, een kennis uit het kamp, een ontzettend groot filmfanaat, had daar een leuke analogie voor. Als jouw boot breekt en er geen rots of boomstronk is om je aan vast te houden, dan zal je sneller verdrinken. Er was genoeg plek voor Jack op de drijvende deur, maar toch zag je alleen Rose op het water drijven. Jack besloot om haar al zijn kansen te geven en Rose koos ervoor om Jacks heldhaftige daad te aanvaarden. In films worden kansen op een dramatische manier geromantiseerd. Onthoud dit, kinderen. Iemand anders helpen betekent niet dat je niet meer dat je zelf niet meer kan leven. Wie vecht om te overleven, heeft meer aan zegeningen dan aan kansen. Kansen zijn menselijk, ze hangen af van hoe wij met elkaar omgaan. Zegeningen zijn goddelijk en liggen boven ons bewustzijn. Mensen leggen hun leven in Gods handen, omdat er in de handen van de mens altijd een voorwaarde ligt. Het is niet logisch, maar wel begrijpelijk. Jack wou Rose redden en Rose wou overleven en beide kozen de uitkomst die op dat moment in het ijskoude water de beste optie leek. Betekende dit dat er geen betere optie was? Of betekende dit dat de opties die mensen hebben in nood beperkt zijn? Dit was een van de eerste lessen die Donnie ons gaf in het kamp. Het leven zou niet voorwaardelijk moeten zijn, maar het is het wel. De wil om te leven is niet genoeg om te leven. Zonder Jack had Rose het misschien niet overleefd. Hij was een aparte figuur. Donnie was geen traditionele dorpsgek. Hij was luid, grappig, lomp, maar vooral geniaal. Elke namiddag rond 2 uur gaf hij een dramatische show. Iedereen was uitgenodigd, maar alleen de jongeren kwamen kijken. Voor zijn show riepen we allemaal in koor: Donnie, 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 raconte-nous ton histoire. Waarop hij antwoordde: J'ai une histoire. Ce n'est pas la mienne, mais c'est la nôtre. In zijn handen had hij een doek vast, die hij van een van ons had geleend. En die liet hij naar beneden vallen. Zodra de doek de grond raakte, was Donnie een personage. In een van zijn meest memorabele shows sprak hij deze woorden uit. Fuck Darwin. Als kind begreep ik niet wat hij bedoelde. Wie is Darwin? Wat is fuck? Is dit onzin of is dit waar? Nu ik wat ouder ben, kan ik openhartig meedelen dat hij de definitie van woke was. Ik denk dat zijn show ongeveer zo ging.
Weet jullie wat, kinderen? Fuck Darwin. Hij zei dat niet alle menshapen zouden overleven. Hij was fout. Heel lang geleden, nog voordat we bestonden, waren er dieren die leken op ons. Apen, kleiner dan de gorilla, slimmer dan de slimste vissen en sluwer dan de grootste slangen. Sommige van die apen waren groot en andere dik en een aantal kleiner. Ze vochten allemaal om te overleven. Uit die apen kwamen vele duizenden jaren later mensen. Mooie wezens in alle kleuren. Je had de donkere, bruine, bleke en gele die samen verspreid over de aarde leefden. Ieder had zijn plekje, teelde land of kweekte dieren. Na verloop van tijd gingen ze onderling vechten voor meer land of faam. Het kon er bloedig aan toegaan. Dorpen werden vernietigd. De conflicten gingen door van generatie op generatie. Er leek er nooit een einde aan te komen. Na vele bloedige oorlogen bleek er één overduidelijk winnaar te zijn. De bleke mens. Hij herschreef de geschiedenis naar zijn verwezenlijkingen. Hij had het land waar zwarte, bruine en gele mensen woonden ontdekt. En hij gaf deze plaatsen een nieuwe naam. En herschreef hoe de veroverde volken leefden. Hoewel de mensen allemaal hun eigen regels en rituelen hadden, moesten ze beginnen te leven als de bleke mens. Er werd van hen verwacht op dezelfde manier als de bleke mens geld uit te geven en hun land te besturen. Donnie, 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 j'ai une question. Oui, Taji, je t'écoute. Hey. Ik moet jou vragen, nu Dalila het de doeken heeft gedaan, dat niet iedereen dezelfde vraag heeft gekregen. Kreeg jij een vraag voor in vrije vorm of kreeg jij een vraag voor non-fictie? En heb jij die dan omzeild? Ik kreeg iets volgens mij in vrije vorm, als ik me herinner. Ja. Want ik had nog nooit... Ik schrijf enkel poëzie of slijmstukken. Nooit echt lange teksten, zoals dit. Dus dit was voor mij echt een primeur, een nieuwe uitdaging. En een straffe primeur ook. En, ja, het was leuk. Ja, ik vind een heel fijne tekst, een verhaal in een verhaal eigenlijk. Ja. En we hebben een voorgesprekje gehad over waar jouw tekst vandaan is gekomen. En veel van onze bijdragen zijn eigenlijk begonnen bij een soort van autobiografische kiem. En dat is bij jou ook het geval, heb je mij verteld. Ja. Taji, dus personage die ik heb uitgeschreven, is een jongen die opgroeit in een kamp. En ik heb dat zelf meegemaakt, maar van ver af. Ik ben ook opgegroeid in een kamp. En een van de herinneringen die ik had, was dat mijn vader me vertelde dat ik altijd rondliep in het kamp en iedereen hallo zei. En dus ik ben beginnen nadenken van, oké, hoe zou het zijn voor een kind om dus in een wereld te leven waar dat er geen opties lijken of geen toekomstmogelijkheden zijn. En om daarin eigenlijk een wereld te construeren waar je nadenkt over hoe de wereld is geconstrueerd. Hoe de reden waarom die kinderen dan daar zitten, wordt eigenlijk een beetje uitgelegd. Ja. En als jij dan zo denkt, zou jij, als je de kans kreeg, zou jij hier een langere tekst van maken of zou je met iets totaal anders afkomen? Okay, ik zou volgens mij zelf met volledig iets anders afkomen. Dit was voor mij... Ja, dit was iets... we werden vorig jaar, dus bijna een jaar geleden, gevraagd. En tussen de vraag en het afwerken is er heel veel gebeurd. Dus ja, de Black Lives Matter. En toen was ik echt ook veel aan het nadenken over institutionele discriminatie en racisme. En deze tekst kwam er eigenlijk uit. Ik denk dat ik er nu volledig anders zou aanpakken, denk ik. Hoe zou je het nu doen? Ja, ik zou vooral nadenken nu bijvoorbeeld over het leven in het feit dat we eigenlijk vrij zijn, maar toch opgesloten leven. En dat we niet kunnen omgaan met de vrijheden die we nu verliezen eigenlijk. Bedoel je COVID-gewijs? COVID-gewijs, geïsoleerd leven van de mensen die je eigenlijk gewoon bent om vaak te zien. Ja. Heb jij... Ik heb in mijn leven zo'n figuur zoals... Donnie, die jij beschrijft. Ik heb mensen gehad en mentoren die voor mij even die schotten openbliezen of zo, of die dingen van de wereld lieten zien die ik nog niet gezien had en die zijn mij altijd bijgebleven. Heb jij stiekem ook een Donnie, een echte Donnie in je leven? Er zijn meerdere mensen. Er zijn mensen naar wie ik opkijk en ook mensen met wie ik gewoon het leven dat je observeert rondom je, hoe dat mensen eigenlijk... Want er is iets dat inherent is aan een mens, is dat wij... Als we mensen vertrouwen, dan gaan we de mensen die ouder zijn dan ons en
als die vertrouwensband er is, dan gaan we hun echt advies durven vragen. En of als we geen advies durven vragen, gaan we luisteren naar wat ze zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat Donnie eigenlijk een soort van personificatie is van al die mensen rond u die u advies willen geven, zonder u echt advies te willen geven. Nee, want het is eigenlijk een performer. Ja, het is entertainment. Een performer, ja. Die zijn beklag wil doen op zijn creatieve manier. Ja, een echt artiest en iets waar waarschijnlijk ook wel behoefte aan is in de eerste plaats. Iemand, een verhalenverteller. Ja, ja, ja. En dan nog zo één. Dus ik hoop dat die echt bestaan eigenlijk. Ik heb heel vaak gedacht tijdens het lezen van jouw tekst dat heel veel kinderen veel zouden hebben aan een echte Donnie. Kinderen in die situatie en ook kinderen die niet in die situatie zitten. Dus. Dat is zeker dat ze bestaan. Mm. Ze bestaan, ja. Ze bestaan nu door jouw verhaal in elk geval. Dank je voor jouw bijdrage. Dank je om te lezen. onze volgende bijdrage, onze volgende auteur zit niet hier, zoals Bertrand, zo dichtbij. Bertrand, je gaat nu naar de chat waarschijnlijk, hè? Ja, ik moest nog even zeggen dat er een chat is, dat heb ik al gezegd, maar die nu wordt bevolkt. Maar onze volgende bijdrage komt vanuit Kinshasa. En wij wisten niet zo goed of Tracy vanavond in België ging kunnen zijn of niet. Dus hebben we gevraagd haar bijdrage op te nemen. En daarna gaan we proberen met haar in te bellen voor een gesprek. Tracy's tekst is ook een die mij persoonlijk heeft geraakt. Maar misschien kijken we even samen naar wat ze te zeggen heeft. Mijn schoonheid. Waarom is Gladys voorlaatste en niet Tracy? Gladys is dik. Ja maar, Tracy is zwart, zei Koen. De andere stemde in. Het leek vanzelfsprekend. De achteloze woorden van de jongens klinken soms nog in mijn hoofd. Zoals zo vaak in mijn leven werd mijn plaats in de lijst bepaald door mijn huidskleur. Het was een zonnige dag. Ik zat in het derde leerjaar in de lagere school ergens in Sint-Pietersleeuw, Vlaams-Brabant. De jongens uit mijn klas zaten op de grond van de speelplaats met pen en papier in hun hand. Ik zat op de bank een beetje verderop, Water van Zout van Betsy Elias te lezen. We zetten Andrea op nummer 1, of misschien Kathleen. Terwijl ik deed of ik me verdiepte in de Nederlandstalige literatuur, maakten de jongens een ranking van de knapste meisjes van de klas. Het was een intens gesprek met hevige debatten. Sommige jongens werden emotioneel en beargumenteerden met veel woorden en gebaren waarom bepaalde meisjes een bepaalde plaats hadden in de lijst. Die avond ging ik naar huis. Er klopte iets niet. Maar ik kon het niet verwoorden. Ik liep naar de badkamer en sloot zorgvuldig de deur achter me. Ik nam het verhoogje, ging erop staan en keek naar mezelf in de spiegel. Ik keek naar mijn kleine ogen, verborgen achter mijn ronde bril. Mijn dikke neus, mijn snor, mijn dikke lippen. Ik staarde minutenlang naar mijn reflectie. Onder de douche probeerde ik mijn huidskleur weg te schoppen. Het lukte niet. Hoe hard ik ook wreef, ik bleef zwart. Het is tijd om te gaan slapen, Tracy. Bid en doe het licht uit. Mijn moeder had geen idee dat ik veel te zeggen had aan God die avond. Ik deed alvast het licht uit voor ik ging bidden. Ik voelde de tranen, het verdriet plots opkomen. God, ik smeek het u. Ik zal braaf zijn. Ik zal elke dag bidden als ik morgen knap word. Ik wil niet meer zwart zijn. Ik smeek u. Mag ik morgen wit zijn? Huilend viel ik die nacht in slaap. Bij het ontwaken de volgende ochtend keek ik meteen naar mijn armen. Nog steeds zwart. Schoonheid. Een tekst waarvan ik ben blij dat het niet gelukt is om het eraf te wrijven. Want nu wij ouder zijn, hebben wij geleerd dat het niet om onze schoonheid ging, maar om structuren die ons anders deden nadenken over wie wij zijn. We hebben Tracy Bibotansia hierin kunnen. Kun je mij horen, Tracy? Ik kan jou nog niet horen, maar wij zijn aan het proberen in te bellen voor een paar vraagjes. Ze zit nog in Kinshasa, mooi te zijn. En ik ga proberen eigenlijk een paar vragen. Aha, toch wel. Tracy, jij hebt een non-fictie. Goedenavond, hallo. Goedenavond.
Ik kan niet vragen hoeveel graad het daar is. Maar je hebt een, als ik goed begrijp van Dalila, heb jij een non-fictievraag gekregen. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Het is al een tijdje geleden, maar ja, inderdaad. En toen dacht jij, ik ga het eens hebben over mijn school. Zat het hoog? Of moest jij even nadenken over deze tekst? Ik heb moeten nadenken. Ik denk dat ik... ik denk dat ik veel in de laatste reis... En toen kwam het gegeven me vaak op in onze gesprekken. En ik heb eigenlijk moeten denken over mijn eigen ervaring. En daarom dat ik dacht van ja, ik ga over mijn schoonheid iets schrijven. Ja. En je hebt... mijn zwart zijn eigenlijk. Het is een stukje weggevallen, maar ik weet wat jij bedoelt. Als jij zegt, er is een reis die voor jou heel bepalend is geweest in hoe je nadacht over je eigen schoonheid. En dat was een reis naar... Was het naar Congo? Congo. Ja. Wil je daar eens... Absoluut. Dus hoe zat dat? Wel, ik denk dat toen ik in Congo was, voor de eerste keer, ik besefte dat ik in het fout land zat. Omdat heel veel mensen vonden mij hier knap en... gaven mij complimentjes, waar ik zelden kreeg in België. Mijn huidskleur werd vaak geassocieerd met wat negatief was en wat niet goed was. En ik was ook geen Naomi Campbell, ik zeg het ook in het stuk. Dus ik dacht van oké, ik ben lelijk omdat ik zwart ben, omdat ik klein ben. En ik zal me maar focussen op wat ik goed kan. Dat is schrijven, dat is praten, dat is... goed studeren, maar Congo heeft de perceptie veranderd over die zaken. Congo heeft de perceptie veranderd op die zaak. Het laatste stukje is een beetje aan het weggevallen. Ik ben blij, want jij hoeft niet of getalenteerd of mooi te zijn. Voor mij kan je een perfecte beide zijn. En ik ben blij dat jij deze bijdrage hebt gebruikt om iets te verwoorden dat bij mij en denk ik ook bij heel veel zwarte vrouwen leeft. Heb jij daar veel reacties op gehad? Heel veel reacties en elke keer dat ik in mijn DM's op Instagram of Facebook krijg van een zwarte vrouw die zegt, ik kon me herkennen in uw verhaal, bedankt om dat te schrijven. Ja, dat is het beste compliment dat je kan krijgen en dat maakt me emotioneel, want toen ik er was, had ik geen boek om zo'n verhaal te lezen. Ik had weinig vrouwen dat ik dacht van, oh, die maken hetzelfde als ik mee. En daarmee dat het belangrijker is schrijver om mijn ervaringen te delen met andere vrouwen en te hopen dat ze zich kunnen erkennen en zich niet alleen voelen. Absoluut. Dat heb je voor mij alvast gedaan. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. En dank je om al je 4G op te gebruiken om met ons in te bellen. Dank je wel, Dalila. En dank je wel, MBC ook. Wij zien elkaar bij de echte boekvoorstelling. Binnenkort. Ja. Dag iedereen. Dag. Onze volgende gast, het zijn allemaal mooie mensen vanavond, maar onze volgende gast is zeker ook iemand die aan mijn schoonheid of aan de schoonheid voldoet. Sissa heeft hier een bijdrage. Satra, dochter van de zon. En wat als het eens tijd was? Tijd om mezelf te vergeven. Zo gebeurde het die nacht. De tijd van confrontatie, begrip en vergiffenis was aangebroken. Lieve Mrs. Womb, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Graag zou ik je willen zeggen dat het me spijt. Ik heb je waarde nooit echt gekend. Volgens mij heb ik de belangrijke rol die je in mijn leven als vrouw speelt onderschat. Vooral als vrouw van kleur. Naast de maandelijkse bloedingen en de pijn die daaraan verbonden is, heb ik nooit echt aan je gedacht. Het was pas toen ik Sacred Woman van Queen Afua las, dat ik het begreep. Een baarmoeder verzorg je. Met liefde en positiviteit, met een gezond dieet en meditatie. Ik wist niet dat alle medicatie en partners met slechte intenties die ik mijn lichaam liet binnentreden,
onze band verzwakte. Ik wist niet dat de lange en pijnlijke bloedingen een noodkreet waren. Het spijt me. Het spijt me dat ik al die tijd niet wist hoe naar je te luisteren. Mijn disconnectie en onwetendheid waren te groot. Dat besef ik nu. Ik heb je slecht behandeld en daarvan ben ik me bewust. Toch voel ik me verloren. Hoe verontschuldig ik me aan mijn lichaam wanneer de pijn nog aanwezig is? Hoe weet ik dat ik vergeven ben wanneer mijn gedachten mij het tegenovergestelde toefluisteren? Hoe ga ik verder met mijn leven wanneer ik alles steeds herbeleef? Ik kan niet anders denken dan dat het te laat is om onze band te herstellen. Dat de liefde te laat kwam en je het daarom afstootte. Soms denk ik dat het aan de timing lag. Wat als ik eerder was gekomen met dit geschenk? Zou je het dan aangenomen hebben? Was ik echt te laat? Was ik echt te laat? Heeft mijn onwetendheid zo lang geduurd dat mijn bewustwording je niets deed? Ik dacht dat mijn verontschuldigen genoeg zou zijn geweest. Waaraan lag het? Was het deze keer niet anders? Toegegeven, ik ben niet altijd in vrede geweest met mijn lichaam. Maar heb ik je niet overdonderd met liefde? Maakt het echt uit dat het meer van buitenaf kwam dan van binnenin? Maak jij echt het onderscheid? Ik dacht dat je blij voor mij zou zijn, nu ik echte liefde ervaren heb. Voor een keer liet ik iemand binnentreden met eerlijke en zachte intenties. Was dat niet wat wij verdienden na al die jaren gehuild te hebben? Als ik geliefd ben, ben je dat dan ook niet? Was je zo boos op mij dat je het niet wilde toelaten? Ik probeer gewoon te begrijpen waarom je het afstootte. Ik dacht juist dat de tijd van viering was aangebroken. De aankomst van een liefdeskind. Dank je wel. Dankjewel, Sissa. Dank je. Ik probeer even mijn plooien. Niet. Als wij het juist hadden over deelidentiteiten en dan gaat dit voor mij over vrouw zijn en over moederschap en over ja, de band die wij hebben met een voortplantingsorgaan. Yeah. En de mogelijkheid om moederschap aan te gaan. Maar ook het verlies of het verdriet dat erbij hoort als je een verlies daar rond meemaakt. Sissa, is jouw tekst enigszins autobiografisch? Ik denk dat voor de eerste keer mijn tekst eigenlijk een bijeenkomst is van verschillende verhalen, verschillende vrouwen. Dus voor de eerste keer heb ik me eigenlijk niet alleen gebaseerd op mezelf. Het is echt een bijeenkomst van verschillende verhalen. Dus voor mij was dat echt wel iets nieuws om te doen. Je bedoelt dat deze informatie bij jou kwam dat door gesprekken met veel vrouwen? Ja. Is dit iets dat leeft in jouw omgeving? Dat wordt er veel gesproken tegen een ongeboren kind? Zie je dat ook als een entiteit die er is, die er blijft, waar je mee kunt praten? Of is dat... Ik denk het wel. Ik was heel verbaasd van hoe hard dat het geval was. Ik was ook heel verbaasd van hoeveel vrouwen doorheen hetzelfde gaan, maar hoe weinig vrouwen erover spraken. Dus het was eigenlijk echt... Ja, I kind of opened Pandora's box. Heel veel nieuwe informatie kwam in mijn hoofd binnen. En dat was heel interessant om te zien hoeveel gemeen vrouwen hebben, maar het eigenlijk niet weten, omdat ze er niet over spreken. Omdat dat nogal een soort van taboe onderwerp is of zo. Ja, dat klopt. Dat kan zeker wel kloppen, ja. Ja. Hoe zijn de reacties geweest bij jou op de tekst? Voorzichtig. Dat kan ik wel merken, maar I like that. Dat wil zeggen dat er iets doorgedrongen is of zo. Dus voor mij was het zeker was positief. Ja. Heb jij de non-fictievraag gekregen? Je hebt de non-fictievraag gekregen. Ja. En dus het is eigenlijk semi-fictie als antwoord. De vraag. Ik zou non-fictie toch wel... Allee, het is meer non-fictie. Mm-hmm.
En ik vond dat heel moeilijk, omdat ik poëzie schrijf en alleen maar poëzie. Ik schrijf ook in het Engels, dus dat was heel veel nieuws dat ik heb geprobeerd in één tekst. Dus mij niet alleen op mezelf te baseren, in het Nederlands schrijven en dan ook nog non-fictie. Want wanneer het komt op poëzie, schrijf ik echt voor mezelf en naar mezelf. Dus het was wel echt iets nieuws. Ja, zo heb ik jou ook leren kennen, poëzie voordragend. Ja. Ja. En het boek dat jij noemt, wil je nog even zeggen welke titel dat was? Want dat is een bestaand boek. Ja, ja, het bestaat. Ja? Sacred Woman, geschreven door Queen Afua. Dat gaan we allemaal lezen. Echt een aanrader, echt waar. En dan kom ik nog eens bij jou praten. Ja, tuurlijk. En dan mag je daar een verhaal over schrijven. Dat is oké, dat is al oké. I'll try. Dankjewel. Dankjewel voor jouw bijdrage vanavond. Dankjewel voor de uitnodiging. Mm. En voor de, dat is Dalila hier, die ons moeder Dalila en EWC, die ons samengebracht hebben. Onze bijna laatste bijdrage alweer is van een theatermaakster. Ze doet van alles eigenlijk hier in België. Maar nu heeft ze dus ook een eerste kort verhaal te berde gebracht. Het is wel degelijk fictie, weet ik. Maar weet ik dat zeker? Nira, is het fictie of is het geen fictie? Het is eigenlijk deels fictie en deels ook niet. Oh, dus ja. Misschien wil je ons eerst toch een fragmentje voorlezen en dan, want anders ga ik misschien al dingen verklappen die jij daar niet inzet, zoals dat van die, Ik en deze mooie onbekende hadden de laatste uren op de dansvloer doorgebracht. We waren in elkaars ogen verdwaald. Uit de boksen was de zwoele stem van Dion Ferris te horen. Hello, morning. When does the fun begin? Goodbye, morning. Sorry, it has to end. De woorden moeten de vrouw op een idee hebben gebracht, want bij het doven van het nummer sprong ze onaangekondigd, alsof ze zich klaarmaakte voor de beroemde Dirty Dancing Lift in mijn armen. Kende ik deze vrouw? Hadden we ooit gepraat? Had ik dit al eerder gedaan? Was ik de vorige avond zo dronken? Al deze gedachten gingen razendsnel door mijn hoofd in een loop. Ze rende in haar prachtige jurk op me af. Wat moest ik nu doen? Ooit had ik iets over een koppel gelezen dat na de Dirty Dancing Lift bewusteloos op de grond viel en met loeiende sirenes naar het ziekenhuis werd gebracht. Ik wilde niet in het ziekenhuis belanden. Nee, ik had niet het juiste ondergoed aan. En wat als ze mijn broek kapot maken, knippen om een open botbreuk te herstellen? En toch opende ik mijn armen. Dit gaat niet goed komen. Was het enige wat ik kon denken. Dit gaat niet goed aflopen. En daar lagen we. Misschien voor een minuut, maar het voelde als een eeuwigheid. En snel sprongen we op. Geen beenbreuk, geen ambulance. Ik had al mijn tanden nog en voelde geen gonzende buil op mijn hoofd opzwellen. Alleen bij het opstaan waaide een heerlijke, zware, zoete geur mijn kant op. Recht mijn neus in. Noradrenaline schoot mijn hersenpan in. Adrenaline verhoogde mijn bloeddruk, deed mijn hart sneller slaan. Ik haalde diep adem en ging nog een keer voor deze trip. Van een bonzend hart, zweethanden, spierspanning in mijn buik. Oh, ik snoof de geur op als verse broodjes in de ochtend. En tijdens het diep in- en uitademen van deze feromonen voelde mijn ribbenkast pijnlijk aan. Een glas brak. Het verbrijzelde glas viel op de jurk met halflange mouw van de vrouw. Ik veegde het meteen af. Het glas was in haar krullen gevallen, op haar onderarm en knieën. Met de precisie van een diamantsorteerder verwijderde ik elk stukje. Bij ieder stuk keek ik haar recht in de ogen aan. We studeerden de contouren van haar gezicht, de lijnen die opdoken bij haar glimlach en kuiltjes maakten in haar wangen. Je zult nu wel denken, zo'n filmische ontmoeting maakt niemand mee. Ik dus wel. Nog nooit had een glimlach zo innemend aantrekkelijk gekeken. Nog nooit keek ik naar glasgruis met zo'n bewondering. Nadat ik het glas in haar haren had weggenomen,
tilde ze haar rechterknie op met de bedoeling dat ik ook daaraan mocht beginnen. Als een vrouw die uit respect wanneer ze geridderd wordt op één knie gaat, zo ging ik ridderlijk zitten in een vol café. De glazige gruzelementen priemden door mijn nieuwe jeans. Just keep it cool. Just keep it cool. Niragasigwa Hens, als de camera nog niet aanstond, met een fragment uit Help mij even Rain. Rain, zoals Rain, maar dan, ja, het wordt uitgelegd in de tekst hoe je dat uitspreekt. Hoe je het moet uitspreken, ja. Ik had jou toch daarvoor nodig. Ja, en je zei semi-fictie en nu ben ik toch wel... Waar heb ik zit heel het? Veel zin ja. om te vragen waar de fictie zit en waar niet, Nira. Ik heb het eigenlijk geschreven op een moment wanneer ik zelf heel verliefd was. Dus het is een romantisch verhaal. En het was niet zo'n fijne periode, want het werd daar net al verteld. We zaten met George Floyd, dat was net gebeurd. Maar ik was dan op dat moment eigenlijk toch wel in die periode ook weer net verliefd geworden. En de vraag kwam van Dalila om iets te schrijven. En het moest eigenlijk non-fictie zijn, maar ik wist niet zo goed waar ik aan moest beginnen. En ik kon eigenlijk alleen maar schrijven vanuit mijn verliefdheid. En dan is het een combinatie van de twee geworden. Ja, het is een mooie combinatie van de twee, ja, inderdaad. En hoe was dat voor jou? Was dat eigenlijk, ja, als je dan de vraag krijgt... Ja, ik snap wel dat je dan vanuit je verliefdheid hebt geschreven of zo, maar... Was het al iets waar je vertrouwd mee was om proza te schrijven? Want je eigenlijk schrijft niet. Theater normaal gezien. Hè? Ja, dat was voor mij ook de eerste keer. Ja. Dus ik vond het heel spannend. Ik vond de vraag heel fijn, maar ik heb ook wel even iets gehad van waar moet ik aan beginnen? En wonderwel vond ik het ook heel fijn om te doen. Ja. Dus het smaakt voor jou naar meer? Het smaakt zeker naar meer, want ik wilde... We kregen maar een aantal pagina's of een aantal karakters. En ja, ik wilde toch wel meer schrijven. Ik had toch nog net iets meer te vertellen over Rain. Over Rain. Ja. En als je verder zou schrijven, zou je in dit genre blijven? Ik denk het wel. Zou je helemaal andere genres gaan verkennen? Poëzie? Essayisme? Nee, ik denk het eigenlijk niet, want ik heb ook echt wel geschreven voor de kleine Nira die zulke verhalen nooit heeft kunnen lezen. En als ik dan nog verder zou schrijven, zou ik wel hier in dit genre willen blijven, om dat toch wel meer uit te diepen, omdat het maar de eerste keer is voor mij. En ik zou ook wel zo in het romantische willen blijven, in het zeemzoete, in het wollige, in het ronde, ja. In het warme. Ja, de zeemzoete geur die je benoemt daar. Ja. Wij waren samen uitgenodigd. Toen Afrolit net uitkwam, mochten wij samen de radio op de radio gaan. En toen vertelde je... toen had je het over een specifieke roman die jou geïnspireerd had. Ja, wat was dat nu ook alweer? Dat was Harry Mulisch, toch? Harry Mulisch? Ja, twee vrouwen, denk ik. Twee vrouwen van Harry Mulisch. Ja. En je zei daarover iets heel grappigs, want de enige... Was dat wat je zei, dat de enige roman die je had gelezen over lesbische liefde was geschreven door een man? Zei je zoiets? Ah, ja. Toch onthouden. Er zijn natuurlijk wel nog andere boeken geschreven, maar dat was voor mij het eerste contact met een verhaal waarin twee vrouwen verliefd werden. En het werd dan nog geschreven door een witte, oude man. En daarom dat ik dan toch iets anders wilde schrijven en iets wilde schrijven voor zwarte jonge meisjes die verliefd worden op een meisje. En toch heeft Rain, jouw hoofdpersonage, wordt haar kleur vernoemd? Wordt haar uiterlijk? Jawel, toch? Jawel, helemaal in het begin. Aha. Ja. Ik heb het. Zeker wel. Identificatie, we zijn voorbij. Misschien heb ik het. Het staat er wel even in. Wil je het nog even, dat stukje voor mij lezen? Ja. Het begint eigenlijk met... Oh ja, nu weet ik het weer. Het is een soort van dating-app-info-blokje dat je hebt. Hè? Vertel het. Rain... November 1987, Antwerpen. Vol slank, black, nul likes. En dan begint het bio. Hopeloze romanticus, verliefd op het eerste gezicht. Gelooft in het lot, houdt van bowlen,
weegschalen, wandelen en Chinees eten, jeans, hippe witte sneakers, bomberjacks. Heeft een badass uiterlijk, op zoek naar liefde. Voor een feestje bel je Rain. Je brengt haar niet zomaar van haar stuk. Eerst wakker worden. En dan begint het verhaal. Sorry, maar het lijkt, als je zegt badass uiterlijk, dat is alsof je jezelf beschrijft. Daarom, het is... Ik zal je ook bellen voor een feestje. Het zit tussen de twee, ja. En heb je al reacties gekregen van het publiek waar jij voor geschreven had, de zwarte meisjes of de queer people in het algemeen, denk ik? Ja, wel reactie gekregen, maar nog niet van het, de grote menigte van de black queer people. Is die er wel? Die is er zeker wel, maar die is grote. Natuurlijk niet zo groot. Grote dus, menigte, nee, ja. Weet ik niet. Ja. Maar de reacties waren wel heel fijn. Ja. Dus, ja. Dan heb je lansen gebroken voor de volgende. Wie weet, als je dan ooit een jouw versie van de twee vrouwen kan schrijven, dan Nira Mulish. Ja, ik hoop het. Mm-hmm. Je wilt. Ik wil er wel eigenlijk wel een groot of een langer verhaal van maken. Ja. Het is een goede opstart en het zou fijn zijn. En ik ben er ook al over aan het nadenken, hoor, om het verhaal echt een einde te geven of een volledig verhaal. Ik zal nog eens een keer met Dalila bellen. Ze is hier, je hoeft niet te bellen. Ik zal zelfs nog met haar praten. Ja, ja, doen, zeker doen. Mm-hmm. Wij zijn er door aan het vliegen, zie ik. Maar we hebben nog één laatste bijdrage voor vanavond. Maar daarvoor wil ik eigenlijk... desnoods met jouw hulp, Nira, even een vermelding maken van alle andere auteurs die hier niet bij konden zijn, die hier niet bij waren, voornamelijk omdat ze gewoon in Nederland wonen. Maar wij waren dus met 15 in de bundel. En ik ga nu het enge ding doen waarbij ik alle namen uit mijn hoofd probeer te noemen. Maar je gaat mij helpen en je hebt daar de bundel. Maar we hebben dus nog te ontmoeten en zeker lezen alsjeblieft de geweldige verhalen van Chris Polanen, Esther Duisker, Suleiman Adonia, Krasin Jaco, Malik Mahmoud, Rachel Rumai Diaz. Wat? Ik heb er nog twee. Sayonara Stuttgart. Die vond ik ook heel leuk om te lezen. Ja. En wie hebben we nog? Ik denk Babs. Oh, de fantastische. Babs Gons. Yes. Ja. Dat vond ik echt een heel ongelooflijk herkenbaar verhaal van de schoonmaker. Het is mij een eer om jullie alvast voor te stellen. Maar ik hoop dat we ooit met z'n vijftienen, ooit het podium mogen delen. En het boek deftig voorstellen. Ik heb nog één laatste bijdrage voor jullie. Dat is het gedicht van Lisette Maneza. Dat volgens mij, toen ik het las... dacht ik, dit is nooit gemaakt om op papier te blijven. Sommige poëzie is gewoon voor het lichaam gemaakt. En dat was zeker het geval met Weet jij waarom gekooide vogels zingen? Van Lisette Maneza. En Lisette is in beeld gebracht, ze is vanavond elders, maar ze is alvast in beeld gebracht door Amen Ogendebe, die een reportage heeft gemaakt voor ons. En ik ga alvast afscheid van jullie nemen en jullie achterlaten met het laatste snoepje. Dank u. Weet jij waarom gekooide vogels zingen? Over mijn hele lichaam voel ik hoe de hashtags alle pleisters van mij afrukken. Mijn vriendin Leila, vernoemd naar de nacht, stuurt mij appjes en vertelt me hoe zij weet wanneer het niet goed met haar gaat. Ze heeft het over een moment. Een moment, een realisatie. Een moment van realisatie. Een keerpunt. Weet je wanneer Leila niet meer Leila is? Vraagt ze mij. In een WhatsApp-spraakmemo. Alsof ze het antwoord zelf niet meer weet. Als ik niet meer lees. En kook. En geen muziek kan luisteren. Dan ben ik Leila niet meer. Dan gaat het slecht. Gelijk daarna stelt ze mij dezelfde vraag. Wanneer is Lisette niet meer Lisette? Als ze niet meer zingt, tijdens het douchen, denk ik hardop, in de derde persoon. En dat doet ze al dagen niet meer. Another motherland
is crying. Another brother ends, he's dying. I'm so done seeing my people on the street singing. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, please, I can't breathe. And it keeps coming, when it keeps coming, how do we grieve? Ik druk mijn lippen op elkaar. Hoe kan ik spreken als ik breken moet? Mijn muur van stilte steunt mijn stem om niet te schreeuwen. Mijn tongval om vooral een algemeen beschaafde Nederlander, een algemeen beschaafde neger te zijn. De witte kruipen in mijn huid. De witte kruipen in mijn huid. Als het koud is, ergens tussen november en december in. En ze knellen hun knieën in mijn nek. En doen dit gewoon voor de lol. Doe mee met de hype. De hypnose, de rondslingerende zwarte vierkantjes. Menen er iets van of menen er niets van. Doen alles voor de algoritmes. De algoritmes bepalen van wie ik het meeste ben. Wie mijn meester is. Naar wiens baarmoeder moet ik schreeuwen. Als ik in ademnood ben. En zelfs de Karenen. Zelfs de Karenen protesteren op het plein. Met bongo's en conga's. Alsof het kinderfeestjes zijn. Dat zwarte levens ertoe doen. 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 En zelfs de zwarte worden woedend op elkaar. En Silicon Valley kijkt op ons neer alsof we petiterige schietgebedjes zijn. Die om kwijtschelding vragen. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, please, I can't breathe. And it keeps coming, when it keeps coming, how do we grieve? Oh, officer, I can't breathe, I can't breathe. And it keeps coming, when it keeps coming. Tell me how. Ik snak naar het kleine beetje adem dat ik over heb. Fijn dat zij ook het zwarte vierkantje posten. De jongens met wie ik het deed. Met wie ik het nog steeds doe. In mijn hoofd. Van wie ik moe word. Van wie ik hoop dat het geen seksisten zullen blijven. Dat ze al zijn veranderd. Dat ik daarbij heb geholpen. Ik vertel het ze. Ik vertel het ze meermalen. Ik vertel het ze meervoudig, meerkleurig, meerderjarig. In mijn hoofd. Ik bel ze op. Allen in tranen, dat echt. Tranen die we inslikken. Tranen die we niet meer hebben. Lief wel. Dat ze me net zoals mijn ouders die een genocide overleefden, voor al het onrecht en alle microagressies wilden beschermen. Toch kan ik niet anders dan die agressie opzoeken, analyseren, mezelf ervan distancieren. Het geweld en zijn duizenden vormen te zien als een onderzoeksonderwerp. Als gedichten, als studie in plaats van realiteit, in plaats van wond, in plaats van leed. Dit zijn de wonden van de zwarte mens, de zwarte zielen. En ik draag ze in mijn lichaam, in mijn huidplooien. Ik kan niet doen alsof ik het niet voel. Dat ik in een onafgebroken ademnood leef. Vrijheid is een constante, een permanente strijd, schrijft Angela Davis. Ik verwijder Instagram. Download het opnieuw. Verwijder. Download. Verwijder. Provider.